Okay. Oh ja, ik denk, ik zoek Paula, maar die zit bij de kinderen natuurlijk. Ja. Galaten, daar gaan we weer mee verder. Ja hoor. Nee. Nee, dat komt zo. Galaten 1 vers 5. Wij gaan daarmee verder. Als jullie tenminste ook zover zijn. Kan het, jongelingen? Kan het? Galaten 1. Wij zijn daarmee bezig. En voor degene die het ook hier niet komen, maar misschien ook volgen. We zijn vorige keer geëindigd in vers 4 over Christus die zichzelf gegeven heeft. Daar hebben we een aantal dingen over gezien. En we zijn met vers 5 zijn we aangekomen. Dat is het eind van de introductie van Paulus in de brief aan de Galaten. Maar laten we eerst openen in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Dank u dat u van ons houdt. En we danken u ook voor uw woord, Vader. En dat is opgeschreven, niet om die Bijbel dicht te laten, maar om te lezen. Want wij hebben er ook onze leringen uit te trekken. En ook willen we ons daardoor laten corrigeren en laten opbouwen, Vader. En wilt u ons daarom ook licht geven door uw geest, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Goed, oké, we gaan even dit inklikken. Ja, oké. Nou, vers 4, die zichzelf gegeven heeft voor onze zonde, omdat hij ons trekken zou uit deze tegenwoordige boze wereld, naar de wil van onze God en Vader, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid amen. Dat moet je doorlezen. Ja, het is niet zomaar regeltje. Dat heeft allemaal met die introductie te maken, want hoofdstuk 1 en 2 gaan allemaal over Paulus, de verdediging van zijn apostelschap. Ja? En dan zien we in vers 5, dan sluit hij daarmee af, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Dat wil zeggen, aan hem komt alle heerlijkheid in alle eeuwigheid toe. Allemaal in verband met dat plan van God. En in vers 4 zie je, hij heeft zich gegeven voor onze zonde, omdat hij ons trekken zou. Dat heeft dus te maken met het feit dat wij in deze bedeling der genade leven. Maar er is een eind aan. En dan zal hij ons ook opnemen uit deze tegenwoordige wereld. Ja? En dan gaat Gods plan met hier op aarde verder. Dus wij zitten in dat plan, in die bedenkte genade. En dat duurt een tijd, maar eenmaal is het afgelopen. En dan worden dus de opname, worden we opgenomen, worden we weggetrokken uit deze wereld. Dat is wat er staat in vers 4. En vers 5 zie je, de welke, dus aan wie de heerlijkheid toekomt in alle eeuwigheid. Hoezo? Want als je in Efeze 1 vers 17 kijkt, zien wij, als je even meeleest, dat Paulus gebed is voor ons in verband met die heerlijkheid. Hem zij de heerlijkheid. Wat wij nu doen is ook om te begrijpen wat die heerlijkheid is. Ja? Christus is de hoop der heerlijkheid. Alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En wij verkrijgen de heerlijkheid doordat wij hebben geloofd in dat genade-evangelie. Dus wij derven de heerlijkheid niet meer. Wij hebben die heerlijkheid. Wij zijn reeds verheerlijkt, hè, zegt die Romeinen 8. In Gods ogen zijn wij reeds verheerlijkt. Die positie hebben wij al. Maar God krijgt via ons, ja, zo hij zal ook via ons verheerlijkt worden. Ja, je weet, we hebben het net over David gehad. En dat door onze wanden kunnen wij de naam van God lasteren, maar kunnen we hem ook verheerlijken. En dat heeft met onze gehoorzaamheid aan het geloof te maken. Maar kijk, in Efeze 1 vers 17, dat bidt Paulus opdat God, de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid, zie je? De Vader der heerlijkheid, daar bidt hij. God is de Vader der heerlijkheid, of hij ons wil verlichting geven. Wat de hoop is voor onze roeping, dat we dat weten, wat zijn erfenis is in de heilige. Maar hij is de Vader van de heerlijkheid. God heeft een plan. Ja? Hij is de oorsprong daarvan. Hij is de Vader van de heerlijkheid. En hij zal in ons verheerlijkt worden. Want als je kijkt in Efeze 3, vers aan het eind, daar zie je het ook staan. Kijk, hem, zeg ik, zij de heerlijkheid en dan waar? In de gemeente.
En wie is de gemeente? Dat zijn wij. In alle geslachten tot alle eeuwigheid. Dus zijn heerlijkheid is in ons in alle eeuwigheid. Dat is reeds nu al, ja? Reeds nu. Wij zijn verheerlijkheid en hij wordt in ons verheerlijkt. Dat klopt, want eenmaal als wij zullen opgenomen zijn, ja, dan is zijn plan voor in de hemelen via zijn lichaam van Christus, wordt dat ten uitvoer gebracht. Wij zijn een schakel in Gods plan om dat ten uitvoer te brengen. En dat is tot eer en heerlijkheid en glorie van hem. Dat is een geweldige positie die we hebben. Nou, zo eindigt Paulus in Galaten 1 vers 5. Ja? Dus als we daar naar terug gaan. En Galaten 1 vers 5, dan gaat hij nu verder. En dan begint hij, na dit gezegd hebbende, recht toe recht aan. Er is geen tijd voor allerlei mooie praatjes. Ja? Niet van, ik dank jullie dat jullie... Ik dank voor de genade die jullie gegeven is, wat hij tegen de Filippenzen, tegen de Colossenzen zegt. Dat doet hij allemaal niet. Hij spreekt ook in zijn brief in de Galaten niet van geliefden. Hij spreekt ook over niet heiligen of beminden. Dat zie je in de Korinthebrief allemaal staan. Dat zie je in de andere brief allemaal staan. Heilige, geliefde, beminden. Maar de Galaten zie je dat niet. En dan komt de vraag op, waarom niet? Ja? Is de vraag dan, wat is nou erger dat je in het vlees leeft? Een vleeselijke wandel onder de genade hebt, of dat je onder de wet leeft? Nou, ik denk, je mag het antwoord zelf invullen, maar ik denk dat het een zware gewicht is, een gelovige die van de genadeboodschap zich onder de wet begeeft. Als iemand die, kijk, in het vlees leeft, is ook niet goed. Maar je ziet Paulus, ik vermaan jullie als mijn lieve kinderen, dat zie je allemaal, dat soort bewoordingen staan. En de Corinthiërs, nou, als je zag wat daar gebeurde, ja. Hij zegt, ik zou mijn zielen wel voor jullie te kosten willen geven. Dat soort uitdrukkingen lees je er allemaal. Maar dat lees je met de Galaten niet. Het is gelijk tak, 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 tak. Dus hij introduceert zich gelijk met wie hij is, de apostel. Gelijk met het plan wat er is, waar wij nu in zitten. En dat is de bedeling van genade. En in ons zal die verheerlijk worden. En dan gaat hij gelijk, ik verwonder mij dat jullie zo van dit evangelie zijn afgeweken. Wat ik jullie verkondigd heb. Nou, de Galatenbrief, dat wil ik even met jullie laten zien. Want Paulus handelt volgens een bepaald principe. Laten we eerst even kijken in 2 Timotheus 3 vers 16. En ik zal het ook even opschrijven. Daar staat in 2 Timotheus 3 vers 16. Al de schrift is van God ingegeven en is nuttig tot lering, tot wederlegging, tot verbetering, tot onderwijzing die in de rechtvaardigheid is. Opdat de mens Gods volmaakt zij. Tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust. Dus al de schrift is van God ingegeven. Dus het is de hele Bijbel. Maar er zit een bepaalde volgorde in. Is nuttig tot lering. Dat is één. Tot wederlegging. Tot verbetering. Dus ik heb hier, ik zal het even tekenen zo. Even kijken. Ik weet het eigenlijk uit mijn hoofd wel, maar. Zo. 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 Hoppakee. Tot lering. Dus ik zet hier, wat is lering? De schrift is tot lering. Dat is een leer, om iemand te leren. Dat is waar wij in geloven. Je moet ergens in geloven. Wij hebben een leer, daar geloven wij in. Dus de schrift heeft een leer. En dan zie je eronder staan, tot weerlegging. Weerlegging. Ging. Ja, wat is weerlegging? Iets weerleggen, dat heeft te maken met bestraffen of berispen. Dat is weerleggen. Hier spreken we in verband met de wandel. Dus iemand berispen, weerleggen in verband dat zijn wandel afwijkt van leer. Dan krijg je, dat staat bij ons, de verbetering. Ja? Verbetering. Wat is verbetering? Ja, iemand verbeteren. Mijn oudste zoon David, dat was echt zo'n wijsneus. En dan zei iemand effen. En dan zei je mag geen effen zeggen. Weet je wel? Dat is iemand verbeteren. Het is even. Ja? Dat is... Ja. Dus, ja, een ventje van 8 jaar die dat dan zijn, weet je wel. Want wij zeiden dat thuis altijd. Nee, het is geen effen, het is even. Maar goed, verbetering, dat is zeg maar corrigeren. Even een andere woord voor...
Ja? Corrigeren. Maar dat heeft te maken, verbetering heeft te maken hier in dit verband met de leer. Afwijken, als je gaat iemand corrigeren, dat betekent dat hij afgeweken is. De psalmist zegt ook, hoe zegt het ook weer? Zie of het mij, leidt mij weer op de weg. Dat ik weer, ik ga soms van de weg af. Net zoals een spoor, heb je een wissel, dan gaat die trein zo. Oh, dat is verkeerd, je moet weer terug. Nou, de leer voor ons is nu... hebben we de Romeinenbrief. Wat is de leer van de Romeinenbrief? Die gaat over wat? Het kruis. Ja? We hebben ook nog een brief, een leerbrief. Dan krijgen we met de Efezebrief. Oh, die moet hier zitten. Efeze. Die spreekt over de gemeente. Ja? Lees maar in de Efezebrief. Het gaat heel veel over de gemeente. Maar dat zijn wij, waar Christus het hoofd van is. Nou, dan krijg je het volgende punt. Dat is de leer over zijn komst. Nou, waar wordt heel veel over zijn komst in de lucht gesproken? Thessalonicense. Ja? Thessalonicense. Nou, dan krijg je de andere brieven die hebben met de plaatselijke gemeente te maken. Nou, dat weten we. Dat is Timotheus, Titus, die aan het eind zitten. Nou, kijk. De leer van het kruis in de Romeinenbrief. Wie wandelde, wie week af van de wandel? Dat waren de Korinthen. Lees 1 en 2 Korinthen maar. Plus 2. Wie week af van de leer? Dat waren de gelaten. Zie je? Zo werkt dat. Efeze, Filippenzen, Colossense. Filippenzen gaat in feite ook over afwijken van de wandel. Ik bid, er is geen eenheid bij jullie. Vermaan die zusjes dat ze één zijn in de Here. Ja? Colossense, dat is een afwijking van de Heer, van de leer. Waarom? Het hoofd niet behoudende. De Efezebrief leert, Christus is het hoofd en wij zijn het lichaam. Zij behielden het hoofd niet. Gij wijkt af, gij houdt dagen, maanden en jaren. Wat leert de Efeze? Zo gaat dat. Nou, en hier heb je de 2 Thessalonicense. Dat is ook een weerlegging in verband met de Antichrist. Hij zegt, nee, Christus komt nu nog niet. Ik heb jullie toch geleerd, jullie zijn behouden van de toren. Ja? Dat heb je ook in deze. Oké, die andere ga ik allemaal niet uitleggen, daar gaan we nou niet om. Het gaat mij om dit rijtje, zie je het? Dus wat doet Paulus? Wij zijn in de gelaten brief bezig. Hij gaat de gelaten corrigeren, verbeteren, ja, omdat ze zijn afgeweken van de leer. Wat was de leer? Dat is het kruis. Dus hij gaat hem, dat heb je vorige keer ook gezien als ik ging praten over afwijking van gelaten, ging ik elke keer terug naar de Romeinenbrief. Je gaat niet naar Efezebrief om de gelaten te vermanen. Dat doe je niet. Want zij gingen onder de wet. En de Romeinenbrief leert juist, ja, die leert juist dat wij zijn niet onder de wet, maar onder de genade. Het kruis heeft dat allemaal aan het kruis. Hij laat juist in de Romeinenbrief zien dat iedereen onder de wet schuldig staat. En dat iedereen een verlosser nodig heeft. Dus moet je de gelaten. En de rechtvaardigheid is door het kruis. Ja? Nou, dat lees je allemaal niet hierin. Dat lees je in de Romeinenbrief. Dus gelaten moeten terug naar de Romeinen. Korinthe exact hetzelfde. Waren afgeweken in de wandel. Moeten ook daarmee. Nou, zie je, dat is een beetje het beeld. Dus ik zei het net al, de vraag is... Het leven onder de wet, is dat dan erger als een vreselijke wandel onder de genade? Het is natuurlijk allebei erg. Maar als de bron, de leer waarin wij geloven, als dat een valse leer is, ja, heel simpel, krijg je ook een andere wandel. Logisch. Daarom dat hij zo streng is met de gelaten. Ja? Je moet de wortel aanpakken om het voor het probleem op te lossen. En daarom is hij zo, bam, recht toe, recht aan met de gelaat, ja? Nou, kijk even mij naar Efeze 2 vers 14. Efeze 2 vers 14.
Want als jij jezelf onder de wet begeeft, wat doe je dan? Iets wat juist afgebroken is, weer opbouwen. En dat is, kijk, Efeze 2, vers 14 leren wij, want hij is onze vrede die deze beide één gemaakt heeft, en de middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende, heeft hij de vijanden in zijn vlees teniet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande, opdat hij die twee, Jood en Heiden, in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen, vrede maken. Ja? Nou, wat gebeurt, wat zien wij in Galaten 2, vers 2 staan? Wat gebeurt met Petrus? Ja? Dus de muur is weg, die is afgebroken. En Paulus, je zegt, ja, maar nou ga je toch naar Efeze. Ja, in Efeze laat hij ook in dat vers juist mooi zien, dat Jood en Heiden, gaat het weer over die gemeente, het lichaam van Christus, Jood en Heiden, en geen verschil is. Ja? Maar in Galaten 2 zie je in vers 11, toen Petrus te Antiochië gekomen was, wederstond ik hem in het gezicht, omdat hij te bestraffen was. Want eerst sommigen van Jacobus gekomen waren, at hij mede met de heidenen, maar toen zij gekomen waren, onttrok hij zich en scheidde zichzelf af, vrezend degene die uit de besnijdenis was. Dat was al fout, maar het resultaat is ook dat andere Joden ook met hem veinsden en zelfs Barnabas. Ja? Dus wat ging Petrus doen? Die muur die was afgebroken. Petrus ging die weer opbouwen. En wat deed hij daarmee? Maakte hij weer een verschil tussen de Jood en de Heiden. Nou, en dat is niet wat de bijdeling der genade leert. Ja? Dus wij mogen natuurlijk niet zelf die muur optrekken die God heeft geslecht. Die muur is weg. En dat doe je, dat deden die gelaten. Ja? Die gingen de muur weer opbouwen. Tweede punt is, Romeinen 11, vers 6, dat lees ik nu ook, heb ik vorige keer ook gelezen, maar toch, het vers wordt wel eens een beetje, we kennen het wel, maar niet al te vaak gelezen heb ik een idee, terwijl het zo'n cruciaal vers is. Het is ook iets wat God leert, maar heel veel mensen eigenhandig gewoon gaan veranderen. Want wat staat hier, indien het door genade is, Romeinen 11, vers 6, zo is het niet meer uit te werken, anders is de genade geen genade meer. Punt. Dus wat hier staat, zijn twee dingen die tegenover elkaar staan. En wij hebben gelukkig de Statenvertaling, want de andere Bijbels stoppen hier. Maar het is zo belangrijk dat we dit goed begrijpen, dat, kijk, God gaat verder en die zegt, die draait nog een keer om, maar het staat natuurlijk in feite, is gelijkteken tussen. En indien het is uit te werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Ik moest wel lachen van de week. Met Facebook zit ik dan nu ook een beetje. En Hans de Vree met zijn bedrijf zit er ook. Dat is een grapje hoor. Ja, dat je, maar ik zie altijd zijn werk. Heel leuk, gordijnen en zo en zo. En ik heb weer een tevreden klant. En daar doen we het gelukkig toch voor. Want toen was ik eigenlijk in de verleiding om eronder te schrijven. Van Romeinen 4. Wat staat daar? Ja, over dat werken en loon, dat staat, doch degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend, maar naar genade, maar naar schuld. Ja? Daar gaat het om. Nee, maar kijk, dat is vers 6, ja. Het is genade of de werken. Het staat tegenover elkaar. En wat doen wij de mensen, als we niet recht zijn, dan gaan we dat mixen. Daar begint het mee. Je gaat het mixen. En dat kan niet, want het is, ja, het is, ik zou zeggen, willen zeggen, water en vuur. Ja? Of het zijn twee tegenpolen, twee plusjes. En die gaan niet zoals een handschoen in een handschoen, hand in handschoen. Dat past niet. Dat zijn twee plussen. Dus dat werkt gewoon niet. En dat is wat de genade deden, die gingen dat mixen. En dan kom je in de problemen. Kijk in Galaten 3. Kijk, en de volgende keer, dan ga ik echt met vers, dan gaan we echt met de brief beginnen. Maar kijk, in Galaten 3, vers 2, zegt Paulus ook, dan zie je ook die tegenstelling weer, ja? Dus je kan daar ook niet begrijpen dat mensen dan niet in een probleem, niet schizofreen worden eigenlijk. Ja, geestelijk gezien. Hè? Ja. Nou, inderdaad, ja, ik bedoel, er zijn natuurlijk veel mensen daardoor juist ook geestelijk in problemen, inderdaad. Dit alleen wil ik van u leren. Hebt gij de geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs? Zie, dat zijn ook weer twee verschillende dingen. Het is
of uit de wet, of uit de prediking des geloofs. En de prediking des geloofs is niet gewoon, ja, ik heb Jezus in mijn hart aangenomen. Ja, Christus stierf voor mijn zonde. Maar dat is een, en is opgestaan van mijn rechtvaardigheid. Maar dat komt wel uit de brief van Paulus. Dat evangelie, ja? En dan ontvang je de geest, als je dat gelooft. Dat is de prediking van het geloof. En dan in vers 5, die u dan de geest verleent en krachten onder u werkt. Dus het eerste is wanneer die in je komt. En de tweede is dat die in je gaat werken. En dat heeft ook weer te maken, kijk, hetzelfde. Is dat uit de werkende wet of uit de prediking des geloofs? Zet die weer die twee dingen tegenover elkaar. Juist om, dat kunnen wij ook doen, hè. Mensen uitdagen door die twee dingen aan te reiken, waardoor het geweten gelijk al zegt, oh ja, die weet gelijk, daar is maar één antwoord op. Gelaat ook, ze weten het. Je legt het voor, er is maar één antwoord mogelijk. Dat is uit de prediking des geloofs. En dus kunnen wij niet dat door elkaar heen gaan doen. En dat is bij de gelaten gaan gebeuren. Ja? Ze waren helemaal gered, evangelie van Gods genade. En dan komt er opeens een andere leer. En dan komt er de verwarring. Ja, dit is ook maar één leer. En dat is de gezonde leer. En alles wat er van afwijkt, wat eraan toegevoegd wordt of afgehaald wordt, is geen gezonde leer meer. Dat kan niet anders. Dat is met de waarheid ook. Waarheid is waarheid. 1% leugen erbij en het is absoluut geen waarheid meer. Met de Bijbel ook. Als jij gelooft, ja, er zitten fouten in, ja, dan is het dan Gods woord niet meer. Ja? De leer ook. Je hebt in één leer waar je gelooft en niet in alles door elkaar heen. Dan komen de problemen. Dus wat gebeurt er dan? Wat wil dat eigenlijk zeggen? Gaan we mee naar Romeinen 7. Dat je onder de wet, want dat is met de gelaten het geval ook. Het gaat, wat is de wil van God? Ja? De wil van God is, onder andere, ons dagelijks leven, daar praat ik over. Ik heb niet over zijn plan in de hemelen. Maar zijn wil is onze heiligmaking. Ja? Het is niet alleen maar leer, dat weten we. Ik kan allemaal heel veel dingen weten. Maar als ik geen werk heb, geen heiligmaking, rechtstoel van Christus, die zegt, houd, hooi, stoppelen. Heiligmaking, gehoorzaamheid is geloofs. Nou, kijk Romeinen 7, vers 4. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus. Zie, we zijn dood voor de wet. Dat is mijn positie. De wet heeft gewoon niks meer. Ik ben al gestorven voor die wet. In Christus. Dus, opdat gij zoudt worden eens anderen. Namelijk degene die van de doden opgewekt is, opdat wij goden vruchten dragen zouden. Dus wij zijn nu van een ander. Ik ben nu van Christus. Ik ben dood voor de wet, maar ik ben levend. Wat zegt Romeinen 6? Levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Wat ik ook doe of niet doe, mijn positie staat, is gewoon zo. En nu ben ik in staat om voor God vruchten te dragen. Want toen wij in het vlees waren, ik was in het vlees, onder de wet, verochten de bewegingen der zonde die door de wet zijn. Zie je, door de wet komt de zonde in mij tot leven. Dat is wat er staat. Gek, de wet is toch juist om naar te leven. Nee, dat is de standaard van God. Maar we hebben net hier in Hebreeën 4 ook gezien. Het woord God is levend en krachtig. En dan zie je later, geen ding is onzichtbaar voor hem. Het is één en hetzelfde. Dus de wet, ja, dat zijn de standaarden van God. Ja? Hetzelfde als dat je voor God staat. Ga maar eens leven zoals hij dat wil. Nou, dat lukt je niet. Dat lukt je gewoon niet. De zonde komt juist in mij openbaren. In onze leden om de dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet. Waarom? Je moet gestorven zijn. Want de wet veroordeelt ons alleen maar. Die zorgt dat wij vervloekt zijn. Onder welke wij gehouden waren. Alzo dat wij dienen in nieuwheid des geestes en niet in de oudheid des levens. Dus wat staat hier? Als je dit even toepast op de gelaten, die willen onder de wet zijn, ja, zie je weer, hè? Dan zitten we in Romeinen, met de gelaten, ja, je gaat ze weer corrigeren, verbeteren, want ze zijn onder de wet. En wat staat er nou, dat jij kan geen heiligmaking hebben, geen vruchten dragen onder de wet, en dat gaat zo tegen ons in, want wij denken namelijk dat wij dat wel kunnen. Hè? Israël zei het ook. Tuurlijk wat de Heer zegt, dat doen wij. Ja? Tuurlijk doen we dat. Nou, we hebben gezien. Nee, wij kunnen het niet. Dat had Israël ook moeten zeggen. Wij kunnen het niet.
En dat is de les. Het is onmogelijk voor de gelaten. Dus wat doe je dan? Dan moet je de oorzaak weghalen. En de oorzaak is dat. De oorzaak is de wet. Dat is de kracht van de zonde. Die moet weggehaald worden bij hun. En dan zullen ze in staat zijn om voor God vruchten te gaan dragen. En dat is wat Paulus gaat doen met de gelaten. Ja? Hij corrigeert ze. Ja? Want ze zijn afgeweken van de gezonde leer. Ze moeten weer terug naar de leer over het kruis. Ja? En niet naar de wet toe. Dat betekent, we kennen het allemaal wel, geen zachte heelmeesters. Zachte heelmeesters maken het stinkende wonden. Dus daarom zie je in die brief van gelaten, de wortel, die moet aangepakt worden. De Corinthiërs zijn een gevolg gewoon, ja, van een wandel. En ze hebben, er was vleeselijkheid, er waren partijschappen. En er waren ook sommigen die deden onderzoek wel eens naar Paulus, ja. Maar voor de rest, ze waren niet zoals de gelaten. Dat waren ze niet. En dat is de wortel en die moet aangepakt worden. Die moet weg. Dus als je kijkt in Galaten 5 vers 9, dan noemt hij dat ook een zuurdeesem. Ja? Galaten 5 vers 9. Galaten 5 vers 9. Wat zien we er staan? In vers 7 zegt hij, gij liept wel. Dat klopt. Toen Paulus kwam, ze hebben hem gehoorzaamd. Toen liep het allemaal op wieltjes, op rolletjes liep het. Ja, ze kenden maar één boodschap. Ze waren afgodendienaars, ze worden gered, ze krijgen... Nou, Paulus die komt, die leert hun. Lees maar in Antiochië, in Lystra, hebt u hun geleerd. De problemen begonnen toen mensen kwamen die de wet bij hun brachten. Toen begon de ellende. Kijk, gij liept wel. Staat bij mij boven die één nog een streepje. Gij liept wel. Ja? Wie heeft u verhinderd de waarheid te gehoorzaam te zijn? Zie je, schaam je niet te zeggen, ik heb de waarheid. Paulus zegt, ik heb jullie de waarheid verkondigd. Volg je Paulus, heb je ook de waarheid. Dit gevoel is niet uit hem die u roept. Een weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. Ik vertrouw van u in de Heere dat gij niet naar eens wordt. Maar ziet het, weinig zuurdeesem verzuurt het hele deeg. En in dit verband is het zuurdeesem is een verkeerde leer. Een valse leer. Een valse leer... Ja, het is wel uit de Bijbel, maar het is niet van ons, voor nu, voor ons vandaag. Dus is het een valse leer. Dus noemt Paulus het een zuurdeesem. En het zuurdeesem, dat moet eruit. Dat moet er gewoon helemaal uit. Ik heb nou zo'n wrot onder mijn voet. Nou, die is nou 2 keer aangestipt. Ik heb mijn hele leven al last van. En soms komt het weer terug. Nou, en dan zei al tegen die dokter, zeg, niet helemaal goed. Hij moet helemaal weg, lekker doorgaan. Ja, maar doet misschien wel, zeg, nou... Nou, ze hebben het wel gedaan, maar niet goed. Dus ja, moet ik weer terugkomen. Dat komt elke keer terug. Dus dat interesseert me niet, maar dan moet die tenen net als maar af. Maar je moet het weghalen en dan is het ook weg. En dat is wat Paulus zegt, dat zuurdeesem niet toelaten. Dat moet eruit gesneden worden en dat moet weggedaan worden. En in tegen de Corinthiërs was ook een zuurdeesem. Dus je hebt, in de Corinthiërs had hij een zuurdeesem. Dat was die wandel. Nou, je had iemand die had met de huisvrouw van zijn vader. Dat noemde hij ook een zuurdeesem. Dan kijken we in 1 Korinther 5. En wat doe je met zuurdeesem, zegt hij? Doet deze boze uit uw lieden weg. Dus in het enige geval met de leer, zeg je, die leer moet je aanpakken. Ik ga ze corrigeren, ik ga ze het kruis leren, de Romeinenbrief, ja. Zodat men begrijpt, hé, de rechtvaardiging is... Alleen door het kruis, we zijn niet onder de wet, ik ben dood voor de wet. En dan kan ik dan weer, het gaat om de genade. En tegen de Corinthiërs, dan gaat het om een persoon. En als, dat zijn 2 redenen om mensen de toegang te weigeren in de gemeente. Dat is als ze in zonde leven, niet als je zondigt. Want dan kunnen we allemaal naar huis nu. Dan kunnen de deuren wel sluiten. Dan kan de tent dicht. Nee, maar die in zonde leeft. En valse leering, maar dan naar een... Tweede en derde vermaning. Niet 1 keer van zich wegwezen. Ja. Nee, tweede en derde vermaning. Nou, 1 Korinther 5, dan zie je in vers 5 zie je dat die persoon die moet overgegeven worden aan Satan. Dat wil zeggen, die moet uit de gemeente. En in vers 6, uw roem is niet goed. Weet gij niet dat een weinig, zegt hij het weer, hè? Een weinig zuurdeesem verzuurt. Je hebt maar een heel klein beetje nodig. Dus je hebt maar 1 persoon niet nodig. Ja? En als je dat toestaat, dat hij alles kan gaan verkondigen... Dan gaat hij de rest besmetten en verzuurt hij het hele deeg. Nou, kijk maar aan het liggen van Christus. Ja, hoeveel
zijn er niet verzuurd. Ja, met dat verkeerde deeg. Zuiver dan de oude zuurdeegsem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt. Gelijk gij, nou enzovoort. Zie je, dus die persoon die moet eruit gezet worden. Die persoon is het zuurdeegsem. Maar met de gelaten hebben we ook een zuurdeegsem, dat is die leer. Dus hij zegt, daar is het de leer die je weg moet doen. Hoe doe je dat? Door dit te gaan leren. En als iemand dan nog verwerpt en blijft verwerpen, ja sorry, dan moet die persoon ook weg. Hè? Een ketterse mens naar een derde en zo was de vermaning, tweede en derde vermaning. Ga maar mee naar 1 Timotheus, 2 Timotheus. Want, weet je wat er aan de hand is? Als jij dus onder de wet begeeft, hè, dan ben je niet jezelf. Dan ga je tegen jezelf in. 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. Kijk, als je de oorzaak wegneemt, is ook het herstel mogelijk. Dan is ook de heiliging mogelijk. Als je dit toelaat, die wet, gemeente, dan is er geen vruchtendraag mogelijk, is er geen herstel mogelijk. Je kan mensen niet terugbrengen de boodschap van genade met de wet. Die is juist het probleem. Dus kijk, als je nou kijkt, en dat is wat Paulus zegt, in de strik van de duivel. Dan ben je in de strik van de duivel. In vers 24. 2 Timotheus 2 vers 24. En een dienstknecht des Heren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn jegens allen. Bekwaam om te leren die de kwade kan verdragen. Met zachtmoedigheid onderwijzende degene die tegenstaan. Dus hoe iemand vermaand tegenstaat, dat moet je wel met zachtmoedigheid doen. Facebook, het is ook een bron van ellende hoor, soms weet ik. Dat heb je van een week trouwens gezien, hè, in Haar, in Nederland. En ik zie ook wel eens dat je denkt, die de kwade van dragen. Misschien wel leuk om te vertellen. Ik zag op een gegeven moment, ik heb ook wat van contact ook in Amerika zitten. En op een gegeven moment zag je een foto van een meisje van zichzelf. En nou, dat was nou niet, het was geen pornografie, maar er was ook geen foto. Die hoorde absoluut niet op, dat had iemand gedaan. En gelijk iemand erbovenop tegen die broeder van die gemeente. Als jij deze pornografie niet weghaalt, dan verwijder ik je als vriend. Boom. Terwijl die man die had het niet eens in de gaten. Die zit niet de hele dag achter Facebook te kijken. Dus, en tegelijk was bas zo, weet je wel. Ja, gelaten 6 vers 1 heb ik er dan onder gezet. Ja, dat zien op dat gij ook niet verzocht wordt. Ja, we moeten het met zachtmoedigheid doen. Dat is het punt. Anders ga je de leden van het lichaam met elkaar ook boem, boem, boem. Dat kan toch niet? Nee, met zachtmoedigheid staat hier ook. Onderwijzende degene die tegenstaan. Wie zijn het nou die tegenstaan? Als wij dit zo lezen, ja, dan zeggen we degene die mij tegenstaan. Ja? Dat staat hier zo, toch? Of God hun de enige tijd bekering gaf tot erkentenis der waarheid. Maar ik heb eens even gekeken. Als je even de kanttekeningen, de vertalers, die geven soms een toelichting waarom ze een bepaald woord hebben uitgelegd. En soms zeggen ze, ja, dit woord, maar dat woord. In de Nederlandse taal heb je verschillende woorden voor hetzelfde synoniem. Dus je kan voor boos, heb je ook weer een toorn of wat dan ook. Dus, maar hier zijn dus ook die van een tegenstrijdig gevoelens zijn. Ja? Die tegenstaan, dat wil zeggen, met zachtmoedigheid onderwijzen degene, en wat staat er dan, die van een tegenstrijdig gevoelens zijn. Hé, waarom zeg ik dat? Ik weet ook vanuit de Engelse Bijbel, die zichzelf tegenstaan. Maar ik geloof in mijn Bijbel, dus ik leer ook de Engelse Bijbel niet. Maar ik ben blij dat die vertalers dan toch ook inzicht op dat woordje geven. Want die van het tegenstrijdige gevoel zijn, die komt een gelovige, die staat Paulus tegen. Hij staat Paulus al tegen, maar wie staat hij vooral tegen? Hij is van binnen van het tegenstrijdige gevoel. Dat wil zeggen, hij staat zichzelf tegen. Hoezo staat hij zichzelf tegen? Omdat ik ben gerechtvaardigd, ik ben een nieuw schepsel, ik ben gerechtvaardigd door het geloof zonder de werken der wet. Ja? Dus ik ben, Bijbel, God zegt in het Oude Testament, ik ben die ik ben. Ja? Nou, ik ben, niet zoals God natuurlijk, ik ben wie ik ben. Wie ben ik dan? Ik ben in Christus, ik ben een nieuw schepsel. Ik lees het allemaal hier in de brief van Paulus. En dat is allemaal door de boodschap, door het evangelie van Gods genade.
ben ik gerechtvaardigd, ben ik geheiligd. Dat weet ik allemaal uit zijn brieven. En dat is wie ik ben. En als ik daarvan ga afwijken en ik denk ik moet door de wet gerechtvaardigd worden, of ik moet het uit de wet hebben, of van andere evangelies, dat is een, dan kom ik, ga ik tegen mezelf in. Want dat is namelijk niet wie ik ben. Zo ben ik niet. Ik ben namelijk een nieuw schepsel. Ik ben verzoend met God. Door het evangelie van Gods genade ben ik gered geworden. En ik ben dood voor de wet. Dus als ik dat soort dingen ga oprichten, wat de gelaten deden. Want hij zegt ook, verwerp de vragen die dwaas en zonder leerling zijn. Weten dat zij twistingen voorbrengen. Dat heeft bijna altijd te maken dat je met een andere evangelie komt. Ja? Met de evangelie van het koninkrijk, met de wet. En als je dat doet, dan zie je, er komt dus verwarring bij die persoon ook. En dan sta je in feite jezelf tegen. Want je handelt niet in overeenstemming wie jij in feite bent in Gods ogen. Dat is het punt. En dat is wat hier staat. En dan zie je ook of God hun te enige tijd bekering gaven tot erkentenis de waarheid. Tot erkentenis de waarheid. God wil dat alle mensen zalig worden en tot erkentenis van de waarheid komen. Zie je, dan zitten we bij Paulus. Dus ze staan zichzelf tegen, ze staan Paulus tegen. Nou, dat betekent dat je jezelf in feite tegenstaat. Je handelt niet in overeenstemming wie je bent. Want als je dat doet, dan ga je Paulus niet tegenstaan. Want dat is namelijk, dat gaat over mij. Ja? En dat zijn gebed is dat God hun bekering geeft tot erkentenis van de waarheid. Nou, en dan zie je vers. En dat doet hij, hoe doet hij dat? Tot erkentenis van de waarheid. Door erkennen, de gelaten, dat ze dit is de erkenning van de waarheid hoor. Kruis de Romeinenbrief voor de gelaten. En dan zullen ze weer op dat goede spoor zitten. En dan komt dan is herstel mogelijk. En dan zie je, dan begint, als hij erkenning geeft van de waarheid, je leest het woord weer, je komt hiermee, en je leest het, je gelooft het. Gods woord werkt ook geloof. En je ziet het staan, dan bekeer je. Ja? En dan ga je weer terug van het spoor. Zit ik weer op het juiste spoor. En daar begint het meer. Het begint, we zien ook, wederom ontwaken mochten uit de strik des duivels. Je zit in de strik van de duivel. Als je de gelaten zat in de strik van de duivel. Absoluut. Ze waren onder de wet. De strik van de duivel. Verblind. En dat is precies waar hij hebben wil. En daarom zegt Paulus ook, wees waakzaam. Ja? Want we hebben een tegenstander. Die is in de lucht. En die wil ons juist van deze waarheid, wilde hij ons afbrengen onder de wet. Dat is ook met de Bijbel. Maar het is wel de strik van de duivel. Maar je ziet, de bekering begint met erkenning van de waarheid. Begint met de leer. Het begint met de leer. De leer, die moet gezond zijn. En dan hebben wij herstel mogelijk. Nou, terug, we gaan naar Galaten. Herstel is dus mogelijk. 1 Korinther 6, gaan we even terug. En dus heb je de, oké. Tot erkentenis van de waarheid. En dan zie je ook, dan is ook herstel mogelijk voor iedereen. Paulus zegt ook, wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Wie meent, we kunnen allemaal vallen. En de gelaten waren ook begonnen met genade en zijn gevallen. Van de genade vervallen, zegt hij. Maar dat wil niet zeggen, eens en voor altijd. Want dat is het mooie met de boodschap van genade. Je mag struikelen. En er is altijd weer een weg terug. Je zit nooit in de vervloeking en het is afgelopen met je. Er is altijd een weg terug met de bekering. Kijk, als je in 1 Korinther 6 leest, ja, vers 10, zie je, dwaalt niet, nog hoereerders, nog afgodendienaars. Nou, het hele rijtje. Die zullen het koninkrijk Gods niet beërven. En dan zegt hij vers 11, dit waart gij, sommigen. Maar gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. In de naam van de Heer Jezus Christus, Jezus en door de Geest van onze God. Dit waart gij, sommigen die waren ontuchtigen, sommigen waren afgodendienaars, sommigen lagen bij mannen. Ja, ik ben als homo geboren. Niks daarvan. Dit waart gij. Zie je, Gods Geest komt in je wonen. Ja, en nu ga ik zijn wie ik ben. Ik ga mezelf niet tegenstaan, want dat is tegenwoordig ook, je hoort natuurlijk bijna mee doodgegooid met mannen met mannen. Ja? En allerlei excuses. Men wil ook graag vanuit de Bijbel gewoon gelijk krijgen. Van, nee, het is allemaal zus en zo, dan moet je bla 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 bla.
Maar de Bijbel is heel duidelijk. Het is een gruwel in Gods ogen. Ja? Klaar. En het hoeft niet zo te blijven. Want hier staat, ze zijn door Gods geest gerechtvaardigd, als je gelooft. En dan zie je, niet meer mannen met mannen. Ja? Dat is afgelopen. Dus al die verhalen van ik ben zo geboren, is niet volgens de Bijbel. Want hier staat duidelijk dat je het koninkrijk Gods niet erft. Maar dit waard gij. Sommigen die dat waren, waren het. Maar zijn het niet meer. Anders zouden ze ook in dat opzicht, dan kom je ook in opstand tegen de Bijbel. Je hebt ook gelovigen die homo zijn, ja? En die proberen het ook vanuit de Bijbel te rechtvaardigen. Dan staan zij zichzelf tegen. Want hier staat, dit waard gij. Dus herstel zonder meer met de boodschap van genade is te doen. Maar inderdaad, ik moet toegeven, als je natuurlijk dan zulke mensen onder de wet gaan, ja, dan hebben we een probleem. Want krijg jij maar eens de kracht om dat, ja? Dat weten we allemaal. Dat lukt onder de wet niet. Dat is alleen onder de boodschap van genade zo. Oké, we gaan even naar Titus 2 vers 13. Want dan is het belangrijk dat wij het goede onderwijs krijgen, ja? En daarvoor zitten we hier ook bij elkaar. Want ja, kijk, stel je voor, je hebt een gezonde leer, maar je hebt een ongezonde wandel. Dat kan. Dat kan dus ook, hè? Ja, we kennen de boodschap van genade. Maar ja, dan zijn er toch helaas mensen die dan toch in het vlees gaan leven. Terwijl ze de gezonde leer hebben. Terwijl ze niet onder de wet zijn. Dat heeft gewoon met keuzes te maken. Voor zowel jong als oud. Maar kijk, Titus 2 vers 13. Wat staat daar? Nou, in vers 11, de zaligmakende genade. God is verschenen aan alle mensen. Aan iedereen. En onderwijst ons. En wat onderwijst de genade ons? Ziet, gelaten. De genade, niet de wet. De wet, die de genade onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden verzakende, ja, verloochenen, of dat je daarvan afkeert. Dat leert de genade mij. Inderdaad, als Gods genade, dat werkt namelijk in de nieuwe mens. Dus Gods woord en Gods geest, dat werkt krachtig in mij en dat komt via mij uit naar buiten. Maar ik moet wel Gods woord lezen en recht gesneden en dan gaat het werken, want Gods genade leert mij dat ook. En die zal ook in mij gaan werken, dat ik ook inderdaad bepaalde dingen waarvan ik zeg, nou, God wil het niet, maar inderdaad, vroeger wist ik ook wat God niet wil, maar ja, toen moest ik het laten, toen kon ik het niet. En nu is het zo, maar hey, ik wil het ook niet meer. En ik krijg ook de kracht om het niet meer te doen. Dat is de genade die mij onderwijst. Kijk, matiglijk, hè, zelfbeheersing. Dit betekent dat je hebt jezelf onder controle. Dat doet de genade. En rechtvaardiglijk, dat heeft met te maken met de mensen om je heen. En godzaliglijk, voor God. Dat is wat de genade doet. En zo kan ik in deze tegenwoordige wereld leven. En dat is wat de genade doet. De genade onderwijst mij. En de genade, die verandert mij. Nog even, naar 2 Korinthe 4 vers 18. Ik wil hem even afmaken. 2 Korinthe 4 vers 18. Het gaat om verandering. We hadden vroeger een programma, dat heet God verandert mensen. Ja, televisie. Dat heb ik veel gekeken hoor, voordat ik tot geloof kwam. Heel veel. Hè? Met Feike, ja. Ja. 2 Korinthe 4 vers 18, daar staat, oh, ik zit in 1 Korinthe 4, 2 Korinthe 4 vers 18. Kijk, in vers 17, de Heere nu is de geest en waar de geest des Heere is, al daar is vrijheid. Waar is de geest des Heere nu? Nou, we hebben het eerste gedeelte gelezen, wij zijn een tempel van de Heilige Geest, dus we weten allemaal waar de geest is. Die is hier, die is in mij. En als wij hier weggaan, de gebouw is leeg, dan is die weg. Want wij nemen een mama met ons mee. Dus daar is de geest, die is in mij. En daar is vrijheid. En wij alle met ongedekte aangezichten de heerlijkheid des Heer als in de spiegel aanschouwende. Ongedekte aangezicht, in de context spreekt hij over, die onder de wet zijn, die zijn bedekt. Dat lees je de vers daarvoor. Die hebben een bedekking. Je zit in de strik van de duivel, ben je blind. Maar wij, waar de geest des Heer is, wij die onder de genade leven en ook daaraan willen luisteren, zie je, hebben een ongedekt aangezicht. En dan zien wij de heerlijkheid des Heer als in de spiegel. Dat is in de Bijbel.
worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Wij worden van, hé, hey, alle mensen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Ik heb nu de heerlijkheid Gods, hoe heb ik die? Ik ben reeds verheerlijkt in Gods ogen. Maar nu, door het evangelie van Gods genade, zie je, word ik veranderd van de heerlijkheid Gods tot heerlijkheid. Ik krijg steeds meer de heerlijkheid Gods, komt in mij. Dat is verandering. Gods woord, Gods genade evangelie verandert mensen. Nou, jij had een mooie vraag van de week, hè? Mensen zagen, personeel, de verandering. Nou, dat is toch geweldig? En dat ze dan de vraag stellen, wat jij hebt, dat wil ik ook. Dat had ik met mijn eigen vrouw ook, Paula. We hadden veel vijandschap. Maar ze zag toch iets. Ik had iets wat zij niet had. En toen werd ze jaloers. Kijk, dat is die verandering. En die verandering, dan zie je als van de Heere Geest. En dat doet de genadeboodschap. En de wet zie je mensen niet veranderen. Kijk maar iemand die onder de wet is, dan. En over 10 jaar zie je nog steeds hetzelfde. Het is geen verandering. Dat kan ook niet. Want de wet kan mensen niet. Kijk maar iemand die in de gevangenis zit. Ja, hij heeft wat gedaan, hij gaat naar de gevangenis. En als hij eruit komt, is hij dan beter geworden? Het is nog steeds dezelfde persoon. Meestal komt hij er slechter uit. Want het is de grote leerschool om te leren hoe je moet dingen verkeerd doen. Dat hoor je daar allemaal aan natuurlijk. Dus dat wordt niet beter. Nou, dus Romeinen 6, vers 13, wil ik nog even met jullie. Dat is waar het om gaat. En voor de gelaten, bekering is mogelijk. Ze zitten onder de valse leer. Ze moeten weer met de Romeinenbrief geleerd worden. En dan maak je de keus. Romeinen 6, vers 13, zien we duidelijk staan. Kiezen. Stelt uw leden niet de zonde tot wapenen der ongerechtigheid, maar stelt u zelf een God als uit de doden levend geworden zijnde en stelt uw leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Daar draait het om. Stellen. Maak een keus. Nou, we hebben allemaal een keus gemaakt. Zover de meesten die zitten hebben allemaal een keus gemaakt voor deze boodschap. Ja? En dan zie je ook. Want kijk, als je dat doet, de zonde zal over u niet heersen. Waarom niet? Gelaten, dan nam de zonde toe. Waarom? Kijk, de zonde zal over u niet heersen. Waarom? Want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade. Dus als je onder de genade bent, de genade doodt de zonde, de wet maakt zonde levend. Dat is wat er gebeurt. Net zoals Jozua al tegen de... In het boek Jozua zegt hij ook, hè? Kies heden die gij dienen zult. Maar ik en mijn huis zullen de Heere dienen. Dat is voor ons ook hetzelfde. En dat moesten de gelaten ook doen. Die hebben de verkeerde keuze. En die hebben toegelaten dat mensen kwamen. Maar 100% is het mogelijk voor ons en voor de gelaten dat de zonde over hun niet gaat heersen en dat ze voor God vruchten gaan dragen. Dus de wet die draait om de menselijke inspanning, in feite. De wet draait om de menselijke inspanning. Bij de genade is het zo, dan gaat het om Gods inspanning in mij. Dat is het verschil. De wet werkt op mijn vleeselijke natuur. Dus ik zeg, nou, ik ga het doen. Maar dat lukt niet met mijn zondige natuur. En de genade werkt juist in mijn nieuwe natuur, de inwendige mens. Zo werkt God. Dat is wat de genade nu doet. Dat werkt in ons. Want de wet, we zitten in Romeinen 6, maar kijk in 8, vers 3 en 4. Dat gaat over onze wandel. Kijk, hij heeft gehad in Romeinen 6 over de zonde. Wij zijn vrij van de zonde. Romeinen 7 zijn vrij van de wet. Maar ik ellendig mens, dan komt hij met de geest. Hoe kan ik nu wandelen? De geest helpt mij daarbij. Samen met Gods woord. Want in vers 3, hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, zwak was, heeft God zijn zoon zendende in gelijke des zondige vlees, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht der wet vervult. Wat eist de wet? Recht. Gerechtigheid. Dat is een heilige wandel. Matiglijk en rechtvaardiglijk zouden leven. Het recht de wet wordt zijn geest in. Kijk waar. Het recht de wet wordt nu vervuld waar? In ons. In mij. In de nieuwe mens. Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Als je naar de geest wandelt. Dat is het waar het om gaat. En dan zie je Galaten, reformatorische mensen die onder de wet willen zijn. Dit is het. Ja? En niet anders. Goed, we gaan naar Galaten 4 vers 9. De laatste tekst sluit ik af.
En dat is wat de gelaten, het probleem bij de gelaten was. Zij wilden onder de wet, maar het recht van de wet. Christus heeft het gedaan voor ons aan het kruis. En de gelaten, wat deden zij? Gelaten 4 vers 9. En nu als gij God kent, ja veel meer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme en eerste beginselen welke gij wederom van voren aan wil dienen. Gij onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Wat zegt hij over de wet in vers 9? Zwakke. Krachteloos. Zwak. De wet was zwak. Hij is heilig en goed, maar waarom? Hij was zwak omdat hij mij niet kan veranderen. Daarom moet hij zwak. De wet is goed voor mensen die geen zondige natuur hebben. Maar die hebben wij nou eenmaal. Dus blijf van de wet afgelaten. Ga terug naar de leer van genade, naar het kruis. En daar gaan we het om. Zullen we daarvoor danken? Vader, we u danken voor deze boodschap. Heerlijke boodschap, krachtige boodschap. En we willen u de eer en glorie geven, Vader, in Christus' naam. Amen. Amen. Maarten, wil jij even een seintje aan Paulus geven? Want die wil met de kinderen nog even zitten in dat lokaal. Zitten met smart te wachten.